We staan bij de psychotische artsexhibitie die elk jaar wordt georganiseerd door Henk. Henk, waarom psychotische artsexhibitie? Dat het mooiste kunst is, vind ik. Veel bloed. Vind je de muziek echt passend bij deze avond of had je oorspronkelijk iets anders bedacht? Nou, het is kerst, dus het mag, maar ik heb liever andere kerstmuziek. Maar wat is er aan de hand? Waarom is die weg? Wilden ze niet komen? Nou, ik had liefst ook een psychobilly band willen neerzetten, in die geest. Maar dat mag hier niet. Die spelen meestal te hard. En volgend jaar wel weer passende muziek, of niet? Nou, volgend jaar ergens anders, denk ik. Je hebt allemaal toch best wel hele goede kunstenaars erbij. Waar hou je die vandaan? Nou, soms kom ik ze tegen op andere exposities. En van cd-hoesen of van flyers. Er staat er dan een klein nametje onder en dan ga ik checken wie dat is. En dan blijkt dat ze heel mooi werk maken. Zoals Sly bijvoorbeeld, die maakt hele mooie flyers. En Peter Pontiac, zeer bekend van de krant. En ja, vandaar. Ik mis in deze expositie iets. Oliebollen? Nee, rode stippen. Rode stippen, voor wat? Rode stippen betekent dat iets verkocht is. Ja, er is al drie dingen verkocht eigenlijk. Maar de rode stippen waren op? Ja, de rode stippen. De muur is leeg, dat kan je wel zien. Kun je eventjes een van de kunstenaars introduceren die er is? Ja, dit is Moniek Wildenberg uit Eindhoven. Zij maakt de foto's van de bandbezoeker tot heel veel bands, zeg maar. En dit is Sly Masmeijer. Hij maakt flyers, hoofdzakelijk. En dit is Peter, iedereen kent hem. Welke Peter? Pontiac. Pontiac, heeft hij een autofabriek toevallig? Dan moet je maar aan hem zelf vragen, hij staat daar. Dus, Laten we dat gaan doen. Ja, doe dat. Is dat de man die auto's heeft ontworpen? Nee. Maar je hebt wel hele mooie dingen. Ik zag iets van Screaming Jay Hawkins. Ja. Ja, dat is een tekening van allemaal geflipte popmuzikanten. Zoals Rocky Erickson van de 13th Floor Elevators. Met de Bloody Hammer. En zo kan ik nog een uur doorgaan. Het zit helemaal vol met geflipte popsterren. Ja, heb je die mensen allemaal ook live gezien? Screamin' Jay wel. En Syd Barrett heb ik ook gezien in Fantasio. En de rest kan ik van hieruit zonder bril even niet zien. De Screaming Jay met dat botje, was dat in de Meervaart? Want hij had daarvoor altijd andere botjes. In Paspoort. Dat is zeg maar de... Paspoort? Ik ben een beetje... Paradiso. Paspoort. Waarom zeg ik paspoort? Wat vind je van deze expositie en de manier waarop Henk dat doet? Ik vind dat Henk het heel goed doet. Het is alleen jammer dat de post een beetje traag was. Ja, er mist iets uit Frankrijk. Er komen een paar dingen, drie dingen komen er nog aan. Drie kunstenaars moeten nog bezorgd worden. Sly, jij maakt flyers, zei ik maar net. Onder andere, ja. Hoe ben jij hierbij betrokken geraakt? Ik ben benaderd door Henk. Of het mij leuk lijkt om hier aan mee te doen. Ik ben niet heel erg psychotic gericht. Ik ben onder andere psychotic gericht, maar ik doe van alles. Dus ik heb dat deel een beetje uit mijn werk gepakt en hier opgehangen. Volgens mij is de band begonnen, dus we nemen maar even pauze. Dat is heel veel eten. Is dat normaal dat je dat hier krijgt? Nou, dat hoort bij de arbeidsvoorwaarden hier. Dat krijgen de artiesten van... Nee, eigenlijk niet. Dat hebben wij maar zelf gekocht omdat wij zo'n lange reis vanaf Eindhoven hebben gemaakt. Dus, Eindhoven, dat is toch ergens bij Den Bosch, toch? Nou, Eindhoven, dat is eigenlijk de hoofdstad van Nederland. Wat heb je nou op je bord liggen? Het ziet eruit als saté en frietjes. Ja, eigenlijk altijd... Is dat een soort worst of zo? Of is, ik weet niet, ik heb het nog niet geprobeerd. Wat heeft je vriend?
Die heeft een stoofpot met rode kool. Rode kool is toch van vroeger? Dat is van vroeger. Kijk, dat kan je alleen nog in Amsterdam krijgen. Dat hebben wij in Eindhoven niet meer. Don't you know that I love you? Why you treat me so unkind?